Het einde van 2019 nadert. Dat betekent dat Team Matrix niet alleen het jaar afsluit, maar ook in volle voorbereiding is voor 2020. Met nieuwe toestellen voor onze klanten. Campagnes die worden opgezet. Ambassadeurs bereiden zich voor op de Spelen van Tokio. Maar ook de medewerkers. Het eerste woord dat ik jullie graag wil meegeven is veel succes allemaal. Mina Gambate. Mina Gambate. En zelfs de goede voornemens worden al opgepakt. Groot en klein. Maar jongens, moeten we niet ook even stilstaan bij 2019? Want er is weer een hoop gebeurd. Bijvoorbeeld de Meet by Matrix campagne met onze topsporters in de hoofdrol. En ons eigen Team Matrix. Of verspringer Ranky Oberoi, die vanaf nu ook bij het team van ambassadeurs hoort. En onze ambassadeurs, die wonnen prijs na prijs na prijs. Geweldig toch, Sander? Ja. En denk nog eens aan de samenwerkingen die we dit jaar zijn gestart. Met bijvoorbeeld de Harde Leerschool, de Nederlandse Rugbybond. En we organiseerden wederom de 10 at 10 Challenge, waar we kinderen door heel Nederland in beweging brachten. Natuurlijk zijn we ook trots op de prachtige showcases die we dit jaar hebben ingericht met onze nieuwe toestellen en waren we wederom aanwezig op de FIBO, de Fitfair en andere evenementen. En misschien nog wel de grootste happening van 2019, de verhuizing naar ons gloednieuwe kantoor. Kortom, het was een jaar vol hoogtepunten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Namens Team Matrix willen we iedereen bedanken voor een succesvol 2019. Vorig jaar was geweldig, maar the best is yet to come. Op naar een sportief 2020. Gestopt, dankjewel. Nice. Ga je gang. Moment, mijn fout. Nee. Dat wil ik nog één keer, zonder dat iedereen in een lach schiet. Huh?